zijn volle bloed. En de Noord die vriendelijke kruisen, Nederland Malakke de groet. Juich ik aan het Lagerstrand, juich ik aan het Lagerstrand. Heb u lief, mijn Nederland, heb u lief, mijn Nederland. In de vorige video hebben we gezien hoe de schilderskolonie Barbizon ontstond. In de tweede helft van de 19e eeuw kreeg Barbizon een bijna mythische aantrekkingskracht op boerenschilders en landschapsschilders. En het werd een inspiratiebron en voorbeeld voor heel veel jonge kunstenaars. De Nederlandse schilders Jozef Israëls, Willem Roelofs, Jacob Maris en Martinus Kuitenbauer bezochten het schildersdorp, soms meerdere keren. In de plaatselijke herberg van Gan maakten ze kennis met de Franse schilders en discussieerden ze over kunst. Al snel raakten zij in de ban van de nieuwe ideeën over landschapsschilderkunst en brachten die naar Nederland. Ook was veel werk van Barbizon schilders te zien en te koop in tal van salons en galerieën in Frankrijk, België en Nederland. De kennismaking met de Barbizon werken leidde spoedig tot nieuwe impulsen in de Nederlandse schilderkunst. De eerste kunstenaarskolonie van Nederland was in het dorp Oosterbeek, aan de rand van de Veluwe, even ten westen van Arnhem. In het begin van de 19e eeuw was de Veluwezoom nog uitermate schilderachtig. Het was een heuvelachtig gebied met bossen, oude eiken, heidevelden en tal van beken waar langs papiermolens stonden. De mensen leefden er voornamelijk van landbouw en veeteelt. Vanwege de schilders die er naartoe kwamen, om de natuur en het landleven direct naar de waarneming te tekenen en te schilderen, werd Oosterbeek later ook wel het Nederlandse Barbizon genoemd. Johannes Warnardus Bilders was de oudste van de landschapsschilders in Oosterbeek en hij werd de spil van deze kunstenaarskolonie. Hij maakte nog heel romantische schilderijen, zeker in het begin. Hij was dol op de eeuwenoude eiken bij Wolf Heze, die hij heel romantisch Wodanseiken noemde. Maar kijk eens hoe zijn zoon Gerard schilderde. Met aardkleuren en een duidelijk zichtbare verfstreek legde hij vooral de sfeer van de schemering op een zomeravond vast. Gerard Bilders reisde in 1860 met zijn vader naar Brussel en maakte daar kennis met de schilders van de school van Barbizon. Daar zag hij hoe het realisme uit de Nederlandse 17e eeuw was gebruikt als inspiratiebron voor een eigentijdsrealisme. Als de Barbizon-schilders die Nederlandse 17e eeuw al zo bij hun uitgangspunten vonden passen, dan was dat voor een Nederlandse schilder natuurlijk nog veel vanzelfsprekender. Maar dan moest het landschap wel typisch Nederlands zijn. Bilders verlegde zijn aandacht van de Gelderse heuvels naar de uiterwaarden en de polder. Een andere Oosterbeek-schilder, Jan de Haas, schilderde deze koeien direct naar de waarneming, met snelle, rake kwaststreken. Matthijs Maris richtte zich bij het maken van deze snelle schets op het invallend zonlicht op de bladeren en de reflecties van de lucht op het water bij deze polsbeek. Het was voor kunstenaars veel fijner om in een kunstenaarskolonie te werken dan in afzondering. De schilders stimuleerden elkaar en hielpen elkaar met kritiek. Het verblijf op het platteland was bovendien goedkoop, en als het geld even op was, konden de schilders meestal ook wel met een schilderijtje betalen. Vooral de schilder Anton Mauve bejubelde de natuur in Oosterbeek. Een tijdgenoot schreef over hem dat hij de gave had ons buiten te brengen, ons frisse lucht te doen inademen. Hij liet in zijn brieven aan zijn vriend Willem Maris, die volgens hem veel te veel in Den Haag verbleef,
geen gelegenheid onbenut om de schoonheid van de Veluwezoom te bezingen. O kerel, je moet hier zijn geweest die dagen. Ik heb veel gelopen, overal geweest om het eens te zien en het in te prenten en in mijn hersens te willen stompen. Goddelijk heerlijk schoon dat Wolfhezerland met zijn beekjes en dennen. Al deze kunstenaars waren vernieuwend in hun artistieke opvattingen en werkwijze, maar in wezen werden zij gedreven door een conservatief en nostalgisch verlangen naar frisse lucht, het onbedorven landschap en naar de pre-industriële samenleving die zij veel eerlijker en zuiverder vonden dan de moderne, stedelijke samenleving. De trek naar het platteland was dus niet alleen een breuk met de oude kunst, maar ook een reactie op de industrialisatie, waarvan men vond dat die de natuur vernietigde en de mensen van hun vrijheid beroofde. De kunstenaars in de kunstenaarsdorpen wilden aan de moderne tijd ontsnappen. Maar ironisch genoeg brachten zij juist de moderne tijd naar de dorpen, omdat zij met hun kunstwerken het toerisme aanmoedigden. Tot 1845 moest je voor een reis van Amsterdam naar Oosterbeek 1,5 dag uittrekken. Daarna nog maar een paar uur, dankzij de Rijnspoorweg die een halte kreeg in Wolfhezen, een uurtje lopen van Oosterbeek. Die halte kwam er dankzij baron van Brakel, die in ruil voor het verkopen van zijn grond eiste dat er een halte kwam, zodat zijn gasten zijn kasteel Doorwerth gemakkelijk konden bereiken. De belangstelling voor de ongerepte natuur leidde tot het domesticeren daarvan. Veel rijke stedelingen kochten aan de rand van de Veluwe grond en bouwden er buitenhuizen. De schilderachtige boerderijen, de huisjes van de dagloners en de papiermolens verdwenen. Later volgde de verstedelijking. Door de oprukkende beschaving verloor Oosterbeek haar aantrekkingskracht, maar Matthijs, Jacob en Willem Maris en ook Paul Gabriel en Anton Mauve legden er de basis voor hun latere successen als vertegenwoordigers van de zogenaamde Haagse school. Deze schilders en nog veel meer Nederlandse kunstenaars gingen in de jaren 70 van de 19e eeuw naar Den Haag, omdat die stad een bloeiend kunstklimaat had en omdat de omgeving met de zee, de duinen en het polderlandschap voor hen aantrekkelijke motieven bood. De polderlandschappen verkochten heel goed in Engeland, Schotland en de Verenigde Staten, waar veel verzamelaars woonden. Ook het progressieve en liberale Haagse koperspubliek vond de nieuwe stijl wel verrassend en aantrekkelijk. Net zo min als de school van Barbizon heeft de Haagse school iets te maken met onderwijs of een artistiek programma. Het was meer een door de kunsthandel en kunstcritici omarmde verzamelterm voor min of meer gelijkgestemde kunstenaars, die vooral met elkaar gemeen hadden dat ze in Den Haag werkten of woonden. De naam Haagse school komt uit een recensie in De Banier in 1875. Daarin schreef de criticus Jacques van Santen-Kolff over wat hij een nieuwe ultraradicale beweging in de schilderkunst noemde en bedacht daarvoor de naam Haagse school. De in 1822 geboren schilder Willem Roelofs was overal bij en daardoor speelde hij een belangrijke rol als pionier van de nieuwe schilderkunst en bij de uitwisseling van ideeën. Als jonge man was hij in de ban van de romantiek en maakte dit schilderij na een Rijnreis die hij samen met zijn leermeester maakte. Op de terugweg verbleven ze ook in Oosterbeek en omgeving. Daar schilderde Roelofs de Wodanseiken. In 1847 was hij betrokken bij de oprichting van de Haagse kunstenaarsvereniging Pulgris Studio, wat door studie van het schone betekent. Nauwkeurige studie van de schoonheid in de natuur was het doel van de vereniging. En het verenigingsgebouw werd de thuishaven van de schilders van de Haagse school. Pulgris Studio speelde de rest van de eeuw een belangrijke rol in het Haagse kunstleven. In datzelfde jaar, 1847, verhuisde Roelofs naar Brussel,
waar hij 40 jaar bleef wonen. Maar hij bracht veel tijd in Nederland door. In 1852 was hij, als een van de eerste Nederlandse kunstenaars, in Barbizon en ontmoette daar onder andere Théodore Rousseau. Roelofs maakte dit schilderij in het bos van Fontainebleau. Hij was erg onder de indruk van het werk van de Barbizon-schilders en introduceerde hun losse en suggestieve manier van schilderen in Oosterbeek en Den Haag. Ook hij liet op den duur het oude, complexe en gekunstelde boslandschap los en richtte zich op het veel eenvoudigere polderlandschap, waarbij hij alle schilderkunstige middelen inzette voor het oproepen van stemming, diepte en sfeer. Vanaf 1856 bracht Roelofs de meeste zomers in Nederland door. In de Hollandse polders maakte hij buiten olieverfstudies en potloodschetsen. En die werkte hij dan in de winter uit tot schilderijen in zijn atelier in Brussel. Door zijn frisse blik op de natuur, los van academische regels, was hij een belangrijke vernieuwer van de Nederlandse schilderkunst en een inspirator voor veel jonge schilders. De schilders van de Haagse school waren dus sterk geïnspireerd door de kunstenaars van de Franse school van Barbizon en noemden hun stijl ook realisme. Net als de schilders van Barbizon wilden de schilders van de Haagse school vormgeven aan het alledaagse, vluchtige en veranderlijke moment en sfeer en stemming oproepen. Net als zij vonden ze het meestal niet nodig om een boodschap uit te dragen of een verhaal te vertellen. Tegelijkertijd probeerden ze aan te sluiten bij de traditie van de Nederlandse schilderkunst uit de 17e eeuw. De schilders van Barbizon hadden dat ook al gedaan. Maar die vonden hun onderwerpen in en rond het jachtwoud van de Franse koningen. De Haagse schoolschilders wilden zich daarvan nadrukkelijk onderscheiden en schilderden onderwerpen die ze typisch Nederlands vonden. De polder, het strand, de duinen, de zee en de haven en de mensen die daar werkten of woonden. Ze gebruikten ook kleuren die ze typisch Nederlands vonden, groen, bruin en grijs. De kleuren van de modder en het gras. Meestal donkere tinten in vele gradaties. Met het oog op de kunstmarkt en de verkoopbaarheid van hun werk specialiseerden veel schilders van de Haagse school zich in een subgenre. In hedendaagse marketingtermen, zij richtten zich op een nichemarkt. Al snel werden de schilders van de Haagse school beschouwd als waardige opvolgers van de grote meesters uit de 17e eeuw. In binnen- en buitenland werden zij gezien als de boegbeelden van de Nederlandse cultuur en hun werk verkocht heel goed. Daardoor aangespoord mikten zij op meer commercieel succes en kozen voor voorstellingen waarvan ze wisten dat ze in de smaak zouden vallen en niet te veel weerstand zouden oproepen. Aan een landschap of een koe kon je natuurlijk geen bel vallen, maar ook voorstellingen van arme boeren en vissers brachten geen schok meer teweeg. Zoals de schilderijen van Courbet en Millet 25 jaar eerder nog wel hadden gedaan. Jozef Israëls kwam van de schilders van de Haagse school, wat onderwerpskeuze en sociale betrokkenheid betreft, misschien nog wel het dichtst bij Millet. Waar de andere schilders van de Haagse school het landschap gebruikten om een stemming neer te zetten, deed Israëls dat met mensen uit het boeren- en vissersleven. Het zijn meestal vermagerde en afgetopte mensen, met gebogen lichamen en dorre handen. Net als bij Millet drukken ze berusting uit. Net als bij Millet leven deze armen in een sfeer van melancholie en stilte, die toch nog een zekere mate van geluk en geborgenheid lijkt te hebben. Ze leiden een leven van dulden, lijden, zorgen, plichtsgetrouwheid, nederigheid zonder te klagen of te vragen. Van kinderlijke berusting in hun lot. Maar waar Millet zijn figuren in stevige plastische vormen neerzette, doemen ze bij Israëls onzeker op uit de duisternis. Waar de mensen in de schilderijen van Millet respect afdwongen, wekken die van Israëls eerder medelijden op. De klanten van Jozef Israëls waren dol op deze sombere schilderijen. Hij was in die tijd de beroemdste Nederlandse kunstenaar en werd de Rembrandt van de 19e eeuw genoemd. Hij verdiende goed met zijn kunst. In 1895 bijvoorbeeld verdiende Israëls meer dan 18.000 gulden. Dat is ongeveer 250.000 euro in hedendaags geld.
Hij woonde in Den Haag 's winters in een kapitaal pand aan de Koninginnegracht en in de zomer in een villa naast het Oranje Hotel in Scheveningen. In 1882 schilderde Jozef Israëls dit Boerengezin aan de maaltijd. De belangstelling voor het leven van boeren, vissers en arbeiders was kenmerkend voor het realisme. Maar dit schilderij heeft ook nog wel veel romantische trekjes. Uit de onderwerpskeuze spreekt een nostalgisch verlangen naar het eerlijke leven van arme boeren. Door de evenwichtige compositie en het zachte, warme kleurgebruik wordt de harmonie in dit eenvoudige gezin nog eens benadrukt. Ook Vincent van Gogh zag dit schilderij en noemde het in een brief aan zijn broer Theo. Misschien inspireerde het hem 3 jaar later tot het maken van zijn eigen boerenmaaltijd, de aardappeleters. Maar in plaats van het geïdealiseerde beeld van Israëls schilderde van Gogh een rauwe weergave. We gaan daar in deel 7 uitgebreid op in. Anders dan Millet, die zich een boer tussen de boeren voelde, was Israëls een heer tussen de vissers, een relatieve buitenstaander die hen liever tegen betaling schilderde in het Scheveningse hoekje dat hij in zijn atelier had ingericht, dan dat hij in hun stinkende huisjes moest gaan zitten. Zijn schilderijen waren door die afstandelijkheid soms niet echt doorleefd en een tikje sentimenteel. Het beroemde schilderij Als men oud wordt, heeft dat niet. We zien een heel oude vissersvrouw die met gekromde rug haar reumatische, rimpelige handen warmt aan een haardvuur. Ze heeft geen grote gedachten. Het is gewoon een afgetakelde vrouw die suffend zit te soezen. Misschien dwalen haar gedachten naar betere dagen uit haar lange leven. Alles in dit grauwe schilderij ademt ouderdom en vergankelijkheid. Het confronteert ons met onze eigen sterfelijkheid, maar biedt door zijn intimiteit en rust misschien ook wel troost. Met dit soort schilderijen, die zijn medeleven met het stille leed van de armen lieten zien, werd Jozef Israëls beroemd. Hier zien we Jozef Israëls in zijn atelier. Het kunstenaarsatelier werd in deze tijd een soort showroom voor de kunstwerken, waar bezoekers en potentiële kopers werden ontvangen. De schilders wilden aan die bezoekers ook laten zien dat ze de logische opvolgers waren van de grote meesters uit de 17e eeuw. Ze verzamelden daarom vaak antieke spullen uit die tijd, zoals serviesgoed, meubels en kleden, en kleden daarmee hun atelier aan. Zoals we al bij Jozef Israël zagen, bouwden ze in hun atelier ook vaak een interieur na van een boerderij of visserswoning. Ze betaalden boeren en vissers om daar te komen poseren, zodat ze zelf de deur niet uit hoefden. Hier zien we een foto van de schilder Evert Pieters in zijn atelier in Blaricum, waarin hij tegen de achterwand het interieur van een boerenwoning had nagebouwd. Hoewel de Haagse schoolschilders vaak midden in Den Haag woonden en werkten, werd de stad zelf als onderwerp steeds gemeden. Ze bleven bij de polders, de duinen en de zee. De snelle uitbreiding van Den Haag ten koste van het omringende duinlandschap was voor veel kunstenaars een reden om op zoek te gaan naar een nieuwe, ongerepte locatie. Het meest populair werd het dorp Laren, 25 kilometer ten zuidoosten van Amsterdam. De bevolking van Laren hield zich toen nog voornamelijk bezig met landbouw en veeteelt en men verdiende thuis soms nog wat bij door te spinnen of te weven. Op de heidevelden rond het plaatsje hoedden schaapherders hun kuddes. Jozef Israëls kwam waarschijnlijk in 1874 al eens in Laren en zal ongetwijfeld onder de indruk zijn geweest van de interieurs van de oude huizen, waar de tijd honderden jaren stil leek te hebben gestaan, en van de bewoners die nog in streekdracht waren gekleed. De beroemdste inwoner van Laren werd echter Anton Mauve. Al in 1882 schreef Mauve aan zijn vrouw: "Het is aandoenlijk mooi hier, van een fijnheid van lijnen, een lieflijke poëzie straalt uit alles. Binnenhuizen, wegen, akkers, prachtige heiden en bosjes, en de mensen is van het liefste soort dat te bedenken is."
Dat zou allemaal niet lang meer duren, want in datzelfde jaar kwam er een rechtstreekse tramlijn tussen Amsterdam en Laren. En net als in Barbizon en Oosterbeek was dat het begin van het einde van het landelijke karakter. Welgestelde stedelingen gingen er hun villa's bouwen. En nu staat Laren, dat in de 19e eeuw straatarm was, al jaren in de top 4 van rijkste gemeentes van Nederland. Een kwart van de huishoudens heeft er meer dan 1 miljoen euro. In 1885 ging ook Mauve in het dorp wonen, in een nieuwe villa aan de Naarderstraat die hij naar zijn vrouw Villa Arietta noemde. Het huis staat er nog steeds, tegenover het Singermuseum dat veel van zijn werk heeft en is nu 1,5 miljoen euro waard. Mauve was een van de meest succesvolle schilders van de Haagse school, maar ook hij ontvluchtte Den Haag vanwege de verstedelijking van de omgeving van die stad. Mauve schilderde in Laren zijn zeer gewilde heidegezichten met schaapskudden, die naar men zegt nog nat van de schildersezel werden verkocht aan Amerikanen, waarbij sheep going goedkoper waren dan sheep coming, omdat schapenkonten nu eenmaal makkelijker zijn te schilderen dan schapenkoppen. Zoals Barbizon Auberge Gan had als verblijf en ontmoetingsplaats van kunstenaars, had Laren het dorpshotel De Vergulde Postwagen, dat later bekend werd als Hotel Hamdorf, omdat het geleid werd door Jan Hamdorf, die van zijn hotel bewust een ontmoetingsplaats voor kunstenaars maakte. Het cafégedeelte van Hamdorf, het zogenaamde kroegje, werd legendarisch. Jan Hamdorf regelde ook modellen voor de schilders en hij onderhandelde met kunsthandelaren om de schilderijen te verkopen. Van Santenkolf schreef in 1877: "Zal er naar alle menselijke berekening ooit een tijd aanbreken waarin onze vissersdorpen en hun bewoners er anders zullen uitzien dan Israëls of Blommers ze op hun schilderijen te zien geven? Een tijd waarin onze Noordzeekust bij guur sneeuwachtig decemberweer of nevelachtig zonnige voorjaarsmorgen bij najaarsstorm of luwe zomeravond stond, een andere aanblik zal opleveren dan op mesdagsdoeken? Een tijd waarin een deugdelijke Hollandse wei met koeien aan een wilgensloot, met hek en vergezicht, boerenmeid en malsgroen gras, bij wazig zonnig weer of vuile dag, er anders zal uitzien dan Mauve en Willemaris ze weergeven?" Die tijd brak heel wat sneller aan dan hij kon vermoeden, maar daarover vertellen we graag later meer. Vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal en een like te geven voor deze video. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.